De maatregelen die we van vandaag aankondigen gaan in per morgen, woensdag 14 oktober om 10 uur 's avonds. De cafés en restaurants gaan weer dicht. Dus ook de terrassen en dat geldt ook voor de coffeeshops. Dat is een keihard... Met wie bent u nou heel hard aan het overleggen al die tijd? Nou, ik heb net even in de app een berichtje gestuurd naar het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Dus dat zijn de 22 burgemeesters in Noord- en Oost-Gelderland. Dat ze morgenmiddag tussen 2 en 4, dat we dan een bijeenkomst hebben. ...om na 8 uur 's avonds in de openbare ruimte alcohol te drinken of bij te hebben. En voor de volledigheid... Het is niet zo dat er superburgemeesters zijn, dat die allemaal maar een beetje doen met elkaar en het Veiligheidsberaad. En dan gaan we allemaal maar dingen verzinnen om de burgers te pesten en de bedrijven. Dat is natuurlijk totaal niet aan de orde. Waarom we het doen is eigenlijk heel goed verwoord door het kabinet. En daar sta ik ook helemaal achter. We doen wat we kunnen. Dus wat dat betreft, houd vol, houd moed en vooral ook heb lief. Doeg.